Goedemorgen, het is vandaag zondag. Ik heb gisteren alleen geslapen en ik vond het echt voor de eerste keer echt zo kut gewoon. Ik heb het echt nog nooit gehad. Ken je dit, zeg maar, dat je in de nacht gewoon veel emotioneler bent dan overdag? Want je gaat over dingen nadenken als je niet kan slapen. Je wordt gewoon emotioneel en bla bla bla. Ik had het dus gisteravond. Ik miste Nesim echt gewoon zo erg dat ik gewoon niet kon slapen. En echt, geloof me, ik ben totaal niet romantisch. Maar ik heb gewoon zo'n parfum gepakt en op mijn kussen gespreid. En ik kon gewoon heerlijk slapen. Ik mis hem echt heel erg en hij komt vanavond terug. Eerder dan ik had verwacht, dus ik ben echt blij. Dat wou ik even kwijt. Jongen. Wat nog meer? Oh ja, ik ga zo naar Den Haag. Zoals je ziet, of ja, misschien kan je het helemaal niet zien. Maar ik heb mijn wenkbrauwen nog niet gedaan. Ik ga naar Den Haag, naar Elnaz. En zij gaat mij vandaag een wenkbrauw make-over geven. Ik heb het echt nog nooit in mijn leven gedaan. Echt, ik heb denk ik op mijn 16e, 17e of zo een keer laten epileren. En that's it. Ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik ben echt zo benieuwd wat zij ervan gaan maken. Ik ga zo even naar haar toe rijden. En dan ga ik even filmen wat ik met mijn wenkbrauwen ga doen. Ik heb net een broodje gezond gehaald zonder ham, zonder tomaat, zonder komkommer, maar met sla, kaas, ei en een beetje dressing. Ik moet nog steeds gezond eten. Ik vind het alleen heel erg moeilijk als ik snel van huis ga om nog gezond te eten, vooral bij de tank en zo. Maar ja, ik denk een broodje kan wel, maar dan moet ik in de avond eten geen koolhydraten eten. Guys, ik ben inmiddels aangekomen bij Elmas. En zij gaat vandaag mijn wenkbrauw aanpakken. Dus ik laat jullie een beetje de stapjes zien die zij gaat doen. En dan ga ik het even versnellen voor jullie, denk ik. Dus ik heb inmiddels nu verf op. Die moeten we laten intrekken en daarna ga je waksen. Ja, ga je hem waksen en dan na het waksen zetten we de verf nog een keer in. Yes. We hebben nu een beetje het tussenstukje gewakst en de zijkanten. Dat was trouwens mijn eerste keer dat ik ging waksen. En Elnas was echt lachen op mijn reactie. Maar ik zie er nu zo uit. Het valt eigenlijk best wel mee. Ik dacht dat ik echt veel roder ging zijn, maar het valt echt mee. Wat gaan we nu doen? We gaan nu even nog een keer de verf opzetten. Oké. Nou, zie ik je straks weer. Dit zijn mijn wenkbrauwen nu geworden. Ik vind het echt oprecht heel mooi, hè. Ze heeft het, zeg maar, iets hoekiger gemaakt. Want ze vond mijn wenkbrauw iets te rond. En ik vind het echt zoveel mooier. Thank you, baby. Ik ben inmiddels dus klaar bij Elmas. En ik sta nu eigenlijk voor de deur bij Honey. En ik ben echt zo blij met mijn wenkbrauwen. Ik zat er net al heel veel aan te kijken. Maar ik vind het echt zo mooi gelukt. Het heeft me ook echt helemaal veranderd. Want blijkbaar deed ik de vorm echt altijd een beetje raar. En toen zei ze van ja, door de vorm van je wenkbrauwen keek je altijd een beetje verbaasd. En ik had er een keer echt inderdaad een comment over gekregen van je kijkt altijd verbaasd. Dus dat lag gewoon aan mijn wenkbrauwen. Dus ik ben Elnaz echt zo dankbaar. En we hebben even afgesproken. Want ze heeft mij dus een olietje meegegeven. En daar zit kastenolie in met knoflook. En het zal waarschijnlijk niet heel erg fris ruiken. Maar die moet ik dus na een paar dagen dagelijks erop smeren op mijn wenkbrauwen. En dit gaat mij helpen. Kijken. Oh, lekker man. Die close-up van mijn kapotte nagel. Maar deze olie gaat mij dus helpen om weer mijn oude wenkbrauwen terug te krijgen. Dus als het goed is, heb ik met max een half jaar, gaan we vanuit, weer mijn oude wenkbrauwen terug. Want ik had vroeger dus heel dikke wenkbrauwen. En dan kan ze echt de perfecte vorm voor mij maken. En het is zo dat als ik het een paar keer was, dat de kleur dus met 60% vervaagt. Want ik had meteen eigenlijk aan haar gevraagd, want ik wil het niet te donker. En daar was het met mij eens. Dus deze kleur neem ik nog iets af. Oké, ik ben net weer thuis. Ik heb even mijn katjes gevoerd. Want ze hadden geen eten meer, echt zielig. Dus ik ben even op tijd thuis gekomen. Ik ga nu even heel snel douchen. En daarna ga ik even een couscoussalade voor mezelf maken. Ik heb het echt nog nooit gemaakt, hè, couscoussalade. Maar ik had het laatst voorbij zien komen en ik dacht van nou ja, het ziet eigenlijk best wel lekker uit. En daarnaast is het ook nog gezond. Maar ik heb eigenlijk nog nooit een couscoussalade gemaakt. Alleen tapouli maak ik best wel vaak. Maar dat is zeg maar echt van een dunne bolrol die je dan gebruikt. Maar ik heb nog nooit met couscous zelf een salade gemaakt. Ik ga even snel douchen. Nesim komt over een paar uur al naar huis. Dus daar kijk ik echt naar uit. Ja, dat is het. Zo, ik kom net uit de douche. En ik ben mijn haren aan het kammen. Ik kan niet wachten om te eten. Ik voel me echt herboren na het douchen. Maar ik heb echt heel veel trek. Ik ga echt snel even deze haren kammen. En dan snel even voor mezelf koken. Ik heb mijn gezicht nog niet gewassen vanwege mijn wenkbrauwen. En doe ik vanavond even rustig aan om mijn wenkbrauwen heen. Ik heb er niet echt heel veel zin om mijn haar te doen. Dus ik doe het gewoon zo. En ik doe even snel mijn badjas aan. Kom ik er dus net achter dat ik bolrol heb gekocht. En niet eens couscous. Ik ga stuk. Oké, ik ga dus geen salade meer maken. Maar ik heb dus een aubergine met uitjes, champignons en tomaatjes met bolrol. Een beetje door elkaar heen mixen. Ik heb daar gewoon echt heel erg zin in opeens. En gewoon lekker een slaatje erbij. Met sla, peterselie, tomaatjes, komkommer. En bosuitjes. Ik ga even kijken wat ik hiervan kan maken. Ik heb alles even gesneden en klaargelegd. Er gaat in champignons, aubergine, paprika, bosui, tomaatjes. Met zwarte peper, maggi bouillonblokje, de 7 mixkruiden en tomatenpuree. En dan doe ik later de bolrol erbij. Ik ga eerst de champignons en de aubergine een beetje aanbakken. Het ruikt al zo lekker. Maar god, ik ben gewoon vergeten om gepureerde knoflooken doorheen te doen. En chilipasta. Dus dat ga ik nu ook heel snel doen. Ik heb er nu gekookt water in gedaan. Ik ga zo peterselie erbij doen. Met de kruiden die ik allemaal hier had staan. En de tomatenpuree. En dan gaat de boven eroverheen. Even de maggi-blokjes eroverheen. Moeilijk met één hand. Oké, jongens, laat ook maar. Dit is de bolrol die ik altijd gebruik voor salades en niet voor warm eten, zeg maar. Ik heb het ook echt van Picnic besteld. Dus ik had er een heel ander idee bij. Echt zo jammer. Dus ik ga nu basmati rijst erbij doen. Eten is klaar. Ik ga even deze kaars aandoen. Voor de sfeer. En deze is trouwens echt super lekker. Deze is van de Kruidvat en deze was laatst in de actie. Maar deze geur is echt niet normaal. Deze doet me een beetje denken aan de geurtjes van Rituals. Maar wel de donkere collectie. Nou jongens, dit is het eindresultaat. Het ziet er toch heerlijk uit. Het ruikt ook echt super lekker. Ik heb er nog een slaatje bij gemaakt. En ik ga er ginger ale bij drinken. Ik ga denk ik nu gewoon random video's op YouTube kijken op mijn tv. Kijk eens met wie ik op de bank chill. Oh, chilling! Je bent echt zo'n panda teddybeer. Oh, wat lekker ben jij. Ja, word je boos. Word je boos. Sorry, ook. Ja, ik ga jou met rust laten terwijl je jezelf aan het lekken bent. Oh, wat ga ik doen? Wat ga ik doen? Wat ga ik doen? Wat ga ik doen? Jij bent zo schattig. Wat is dit? Wat is dit? Oh, 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 oh. Wat is dit? Wat is dit? Oké, laat maar. Ze heeft daar geen zin meer in. Dag. Oh, oh. Stout, 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 stout. Zeg maar 3 keer raden wie er binnenkort gesteriliseerd moet worden. Vlekhoofd. Vlekhoofd. Wat echt. Kijk eens wie er thuis is. Nesim. Eindelijk, man. En wij gaan zo lekker naar bed. Ik ga denk ik deze vlog ook gelijk afsluiten. Dus ik zie je bij de volgende. Doei doei.